loting is een traject van 3 maanden dat we aangaan met de kandidaat die aangemeld is door de gemeente. Waarin we intensief samen optrekken om uiteindelijk een reguliere baan te vinden op de arbeidsmarkt. Ja, ik ben Ahmad, ik kom uit Syrië. Ik ben 26. Ik woon met mijn ouders hier in Sint-Michielsgestel. En ik werk hier bij de Sportkoken in Rodenburg Hotel. Runberg is een conferentiehotel met 196 hotelkamers en 40 vergaderzalen. Waar gasten terecht kunnen voor een overnachting, een congrespartij of een hapje eten. Voor Ahmad was het heel duidelijk, hij gaat een volgopleiding doen, mbo, toerisme en recreatie. Hij kon op dit moment nog niet instromen, daarom hebben we komend half jaar voor hem een werkplek gevonden voor taalbevordering. En dat hij ook echt in zijn beroepsrichting, opleidingsrichting, al ervaring kon opdoen. En dat zou een mooie bijkomstigheid zijn om in ieder geval goed voorbereid zijn studie te gaan vervolgen. Maatwerk, absoluut. Ja, samen optrekken om uiteindelijk die passende job te vinden. Ik vind het heel goed, want ik had zelf anders niet bij Ahmad terechtgekomen. Ahmad zou waarschijnlijk niet via een reguliere weg solliciteren bij ons op deze functie. Dus ik denk dat het heel goed is om jongens als Ahmad daarin een kans te geven en te ondersteunen en een duwtje in de rug te geven om dit te ondernemen. Taalbarrière kan toch een drempel zijn. En ik ben blij dat wij de mogelijkheid hebben om hem daarin een job te geven. Wat man, ja, een jaar komt. Ja, ik wil graag bij de receptie werken, maar moet ik eerst de taal verbeteren. En daarom kom ik naar hier om de taal te verbeteren. Ja. We horen veel dingen op het nieuws over vluchtelingen die naar Nederland komen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij daar als bedrijf zijn ook een maatschappelijke rol in spelen. En ik vind het fijn dat we daarin een plek kunnen vergeven aan iemand als Ahmad. Nou, ik word daar heel blij van, ja.